Welkom, dames en heren, bij deze tweede aflevering van Unicum, de podcast. Ik ben jullie host, Gilly Omar Leona. Jullie kennen mij als Gilly, Omar, OG. De speler die alles speelt. Wanneer het echt erop neerkomt, moet ik weer terug naar Snaar. Deze doelpunt wil ik even scoren. Dat is een mooi goal, denk ik. Hij zit naast me, de persoon waar het om gaat. Maar goed, dat terzijde. Waar deze podcast om draait, is dat we de diepte ingaan met brassband leiders, generatie van nu. En hopelijk in de toekomst kunnen we de grondleggers ook aan tafel uitnodigen om uiteindelijk met hun de diepte in te gaan. Om ook hun mening, hun ervaring met ons te delen, zeg maar. Hier rechts van mij, een korte introductie, zeg het maar, heel kort. Elton, ABC Brassband. Kort en krachtig. Ja, toch. Rechts van mij. Macho, ABC / Unicum. Oké, helemaal rechts van mij. Ja, John. Van ABC, okay. Tenor speler. Oké. Andries Romet ook gehad? Of? Ja man, maar dat was Snaar man. Okay. Maar dat ging niet zo goed. Hoezo niet? Laten we daar gelijk op verder gaan. Hoezo niet? Weet je wat het was? Ik begon op Snaar. Kijk, toen ik begon was het op Curaçao. Selection. Okay. Moest je nog trainen bij Riff, gewoon buiten. Ja. En de enige plek die vrij was op dat moment was Snaar. Dus maar je ging niet voor Snaar uiteindelijk, als je goed begrijpt. Ik ging gewoon met... ik wist niet wat het was. Okay. Ging gewoon ik daar. Zie wel hoe wat, ja. Juist. Ja. Dus ik beland op Snaar. Dus zo ben ik hier naar Nederland gekomen. Ben ik Elton tegengekomen. Elton, je weet zelf wie dat shout-out is. Shout-out naar Elton. Ja, toch. Shout-out. Ja, man. Elton. En hij zegt tegen mij, kom bras, man. Kijk, dit, dat, weet je. Ik dacht, oké, is goed, weet je. Ik ga met deze man. Ik zie Elton daar, hij staat nog te trainen met zijn dress en zo. Hij staat, we komen binnen. Wacht even tussen, je dreads. Ja, ja dreads. Oké. Nee, we zitten daar, ik zie die gasten trainen. Ik denk, hey, is wel cool man. En zo ben ik begonnen. Maar was het niveau al gelijk anders? Of was het zo van, wow? Voor mij sowieso, want ik kon niks. Ik kon alleen ritme. Oké. Dus zo ben ik ingestroomd, zeg maar, in de brassband-gedoe. Okay. En toen... En was het toen al ABC? Ja, wat ik net vraag. Ja. Wat hij over hebt, is... ik weet niet of je weet dat je vader ook bij mij speelde. Klopt. Dat is mijn vader? Ja, trompetist. Oh, echt? Ja, maar het was al LC Bressel, toch of niet? Nee, ABC. ABC, ja. Volgens mij jaren en dat is die tijd wat hij erover hebt. Wauw. Ja, man. Was toen tijd zo. Shout out naar mijn pa, de trompetist. Ja. Moet je vaak op blazen zoeken, bro. Hij is ook gestopt. Dus ja, man, zo word ik op Snaar beland, man. Okay. En toen. Maar je weet toch, als je speelt, maar ik trok telkens naar die tenor. Dus elke keer in de pauze, ik ga snel. Wie speelde tenor toen? Robocop, man. Okay. Robocop speelde tenor, man. Shout out naar Robocop. Had je toen het idee van, ik wil beter worden dan hem? Of ik wil net als hem zijn? Tijd was het niet van, ik wil beter worden dan... Het was meer het instrument. Het was eerst gewoon... Ik werd aangetrokken tot die instrument. Dus elke keer ging ik daar, weet je toch? En moest je goedkeuring krijgen van Elton? Of was het omdat je op Snaar was? Ja, sowieso, alles wat gebeurde die tijd moet je goedkeuring van Elton krijgen. Nee, maar hoe was die omschakeling van Snaar naar tenor? Hoe was dat gegaan? Wanneer? Ja, bro. Ik denk dat we even gaan vliegen door de tijd nu, denk ik. Ja, man. Maar dat moet ik echt nadenken, ik ken hem ook van Snaar, man. Maar dat is echt heel lang. Ik heb hem nooit op Snaar gezien, man, bro. Nooit. Hij had ook vlechten. Ja, hij had ook vlechten. Nee, in ABC, bro. Hij had ook, ABC niet, man. Hij had ook vlechten. Ja, man. Vlechten, man. Ja, had je alleen op tenor gezien. Altijd op tenor, man. Ja? Ja, man. En volgens mij, in de training vroeg ik Elton volgens mij voor tenor, man. Maar Elton, was hij niet goed genoeg voor tenor? Is dat het? Of... Nee, even grappig. Misschien had je een andere plan met hem, of misschien was tenor al goed bezet. Kijk, hij was heel goed op Snaar. Heel goed, maar hij bleef heel vaak vragen voor tenor spelen. Mm-hmm. En hij had een probleem ook met dansen. Dus jullie weten, wanneer je Snaar speelt, je moest ook goed kunnen bewegen. Ja, je bent gezicht van de groep. Je bent front, toch. En het is een beetje, kijk, op zijn tenor kan hij... Je weet toch, schiemen. Maar op Snaar, je staat vooraan, weet je. Het is, en op de Noord heb je een betere, hoe zeg je dat, job. Ja. Een betere werk gebracht dan op die Snaar. Want kijk hoe ver is die, heb je geschopt. Ja, zeker. Dan, kijk, jullie kennen hem niet op de Snaar. Mm. Maar jullie weten wel
wat hij kan op de tenor, weet je? Toen die tenor kwam echt erin toen ik T.O.K. voor het eerst zag, man. Ja, man. Ja. Toen ik Ricky en jij zag, dacht nee, man, deze mannen zijn het, man. Oké, maar wacht even. Nu. Ja, man. Ik denk dat we nu even een bruggetje te ver zijn. Laten we het even bij ABC houden. Ja, toch. De concept die ik wil starten is, wanneer begon het betalen? Wanneer werd het een business? Want daarvoor was het hobby uitoefenen. Ja. Bij heel veel brassbands, ik heb het ook meegemaakt. Het was gewoon hobby uitoefenen. Ik was blij dat je uiteindelijk een instrument kon dragen. Om een showtje te geven aan mensen. Maar wanneer werd het vanuit jouw optiek, dus als bandleider? Want jij bent maar in welk jaar? In hun jaar of in mijn eerste jaar? Wanneer jij het hebt meegemaakt als bandleider. Van ik moet nu mijn jongens gaan uitbrengen. Je probeert pakken, ook in de eerlijkheid. Demo tempo of... Nee, in de eerste ABC is hij al begonnen, ja. Oké, dan is het lastig om oké. Ja, maar daar in hun tijd had zijn oom dat naar voren gebracht. Want normaal, hun waren gewoon trainers, maar hun spraken niet veel, weet je. Omdat ik was ook een beetje streng. Beetje. En kijk, voor mij... Ik hoor, is heel streng. Wat waren zijn punten waar je zegt van ja, dit is... My way or the highway. Okay. Kort en krachtig. Dat is wel... Zijn belangrijkste ding, zijn zin was altijd... Ik kan altijd iemand zetten op jouw plek. Wow. Dat was zijn ding altijd. Waarom? Omdat ik die persoon zelf traint. Daarom kan ik dat zeggen. Ja, precies. Heb jij iets van hem meegenomen? Alles. Ik heb alles van hem meegenomen. Ja, hij is... ik heb het geluk dat ik mensen zoals Sluis, Elton, Nelson... die gasten heb kunnen zien om te doen wat ik nu aan het doen ben. Maar wacht even, voordat je verder gaat. Hoe heb je hem? Ik ga het nu zeggen. Ja, okay. Dus als je even tijd hebt... Ja, nee. Ik dacht, je gaat even... Nee, dus dat strenge gedeelte. Dat van dat highway... Je weet toch, wat hij net zei. Dat heb ik sowieso meegenomen. Omdat, kijk, als je een groep wil runnen... Dan kan je niet iedereen laten zeggen van... Oké, we doen het zo. Want, nou, je weet toch, het gaat van de tijd af die we hebben. We trainen maar 2 uur. Als iedereen wat te zeggen heeft, dan komen we nergens. En we hebben een doel waar we naartoe werken. Je weet toch? Dus op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken als leider. En dat deed hij heel goed. Met blazers, met ons, met danseressen. Dit gaan we doen, zo gaan we het doen. Zo moeten we het doen, punt. Doe het. Als je niet wilt doen, ga weg. Zodat wij door kunnen. Dat werkt wel. Nog steeds werkt het, je ziet het. Ja, had je in het begin, toen jij in zijn proces kwam, had je er moeite mee? Heeft hij je vooraf gewaarschuwd? Nee, ik had er geen moeite mee. Maar het was... Wauw. Het was van, je weet wel, iedereen blijft stil. Hij komt binnen, dus het is training, we gaan naar training. Het is kijken als hij binnenkomt, hoe is zijn stemming? Dus dus hoe ver zijn we met de set en hoe is zijn stemming? Als hij lachend binnenkomt, dan kan het gezellig worden. Maar als hij boos binnenkomt, hebben we een probleem, je weet toch? En dat was wel te voelen, hè? Dat vond ik wel tof, maar ja. Okay. Ik ben gewoon stil. Ik moet zorgen dat ik mijn shit heb. Zodat hij mij niks zegt. Maar, je weet, toch? Toen jij was gekomen, was hij al minder streng. Ja? Ik vond hem al heftig. Dus kijk, voor hem was het heel anders. Omdat hij kwam van T.O.K. naar ons. Okay. Dus, en bij mij, als je vanuit een brassband komt... Weet je, het is moeilijk zodat ik jou kan aannemen. Mm-hmm. Omdat jij kwam van buiten en... Iemand van buiten kan meer... dingen toevoegen, zeg maar. Nee, niet toevoegen. Meer disrespect naar jou brengen. Oh, zo. Weet je? Kijk, ik ben niet opgegroeid met jou. Mm-hmm. Misschien ik voel dat ik beter dan jullie speel. Ja. Waarom moet ik naar jou gaan luisteren? Ja. Weet je? En daarom hou ik het groep dicht. Die kern, ja. Maar ja, ik weet niet of Jonathan wil uitleggen hoe hij had macho... overtuigen om naar ABC te komen. Hoe is dat te werk gegaan? Ja, had jij ook sollicitatie gegooid? Of, ja. Want hij begon erover. Bij ons? Ging het zo? Ik vraag aan Jonathan. Ging dat ja, zo? Maatje begon erover. Ja, Maatje sprak altijd... Op basis zeg maar, van wat? Wat je hebt gezien van ik ze? Ik heb een optreden gezien bij Afrikanenplein. Ik blijf het zeggen. En ze speelden gewoon de standaard liedjes. Maar super schoon. Schoon. Strak. Ik dacht van... Ik dacht van, ja, wel lekker, man. En ik dacht van, oké, stel, ik wil naar deze groep, hoe ga ik dat doen? En destijds speelde ik met hem een paar keer gewoon een paar optredens. Ja. Begon ik met hem te praten van, vaker met de boys dan. En hij was op tenor? Hij was top tenor, ja.
Ik zeg, wat gaan we doen dan? Ja, toch? En hoe had je zijn bericht ontvangen? Was van, ik ga mijn best doen, ik denk het niet. Of kijk, die tijd was het gevoelig. Weet waarom was het gevoelig? Ik was uit ABC gegaan. 2005 zo was ik uit ABC gegaan. Ja. Dus uiteindelijk, ik en Elton kregen een beetje woordwisseling, zeg maar. Een beetje discussie. En uiteindelijk was ik uit ABC gegaan. En we kwamen er niet uit op dat moment. Eindstand, Boise. Boise zegt me altijd, kom terug. Legend. We hebben jou, dan kom terug. Boise, joppie, Boise. Dus, ik hoorde dat al, maar ik zeg, ja, maar hey, je weet hoe Elton is. Je weet, voor mij, Elton is koppig, dus je weet van hem. Jij wist al precies hoe het was. Ja, toch, want ja, nu moet jij teruggaan. Snap je wat ik bedoel? En ik heb ook wat trots. Ik denk, en deze man zegt mij ook, ja, hey, wat gaat er gebeuren dan? Je was op zijn huid. Dus op een gegeven moment, ik zeg tegen Boys, oké, weet je wat? Regel het. Maar ik heb iemand bij me. Hij zegt, wie? Ik zeg, die guy, no, die trippie speler. Ja, daar stond de bekend. Hij zegt, ja, die ene van mij. Nee, joh, kom, ik regel het. Ik praat met Elton. Kom zeker goed. En zo. Maar hoe communiceerden jullie op dat moment? MSN? Nou, gewoon persoonlijk. Ja, we waren bijna elke dag samen. Oké. Dus zo ging het een beetje, man. En hoe lang duurde dat proces? Kreeg je gelijk terugkoppeling? Of was het van nee, no go? Of die hoe? Tijd, Elton... Wacht even. Boise kwam naar je toe, toch? Daar zijn we. Ja. Die tijd was Boise mijn tweede hand. Okay. Hij was manager, toch ook? Toch? Ja, hij was mijn tweede hand. Hij was manager, ja toch? Manager. Ja. Ja toch. Maar, kijk. Ook al roel ik die brassband, hun hebben ook wat te zeggen. Ja. Dus als ik zeg, hey, willen jullie Omar daarin? Dus als ze zeggen nee, ook al wil ik jou daarin, weet je, ik kan je niet in hun zetten. Okay. Weet je? En ik haat dat in die brassband. Dus sommige mensen wouden de maatje niet erin. Hmm. Weet je? Okay. Was dat bekend? Ja, hij wist het. Okay. Maar ja, hoe ver ik had, misschien kunnen ze... Ja, okay. Dus, ik moest nu een beslissing gaan maken. Ja. Was het moeilijk? Nee. Kijk, kan je nog alle battle herinneren? Ja. 2005? Ja. Hoe ging het met ABC? Hawaii toch? Was die Hawaii? Nee, dat was 2006. Was die baby, die Nike outfit? Was ABC niet naar battle gegaan? We zijn naar battle gegaan, maar we zijn niet doorgegaan. Voorrondes. Voorrondes. Bij Alkmaar toch? Oh ja. Ja, voorrondes. Klopt. Ja. Dus die groep die daar was, die groep had een probleem om hem niet in binnen te laten komen. ABC te krijgen, zeg maar. Oké. Dus sommige van die mensen hadden... Dan moesten ze zeggen, problemen ermee. Okay. Dus toen had ik gewoon die beslissing, ik een Queen's Boy genomen, om gewoon hun gewoon aan te nemen. En zo gaan we weer proberen voor 2006. Om de voorronde wel door te komen. Door te komen. Te gaan winnen uiteindelijk, ja. Weet je? Maar daarom zie je sommige gezichten weer van 2005 in 2006, maar vanaf 2006 niet meer naar 2007. Ah, ik snap hem. Ja, maar 2007 was ik er ook bij. En, ja, klopt. Je ziet die contrast met... Juist. Ja. En dat zijn die mensen die daaruit zijn gegaan. Die mensen die er tegen waren. Oké. Dat was die impact heel groot dan. Ja, die impact was ik wist niet eens dat het zo groot was. Ik hoorde nu pas voor het eerst dat er mensen waren die het niet wilden, zeg maar. Ik eigenlijk ook. Maar weet jij, wat hebben ze ook de reden aangegeven? Of is het gewoon van, nou... Kijk, wij hadden onze... Laten we zeggen, onze eigen systeem van spelen die tijd. Okay. Weet je? Ja. En hun vonden, als hij daarbij zou komen, zou hij dat veranderen. Dat dachten hun. Oké. En ja, ik probeer het te begrijpen. Het is wel veranderd, maar ja, in de goed... Maar als iemand in de goede zin. Maar als iemand nieuw komt, dan moet hij toch verder met hoe de basis nu ligt bij ons. Ja, maar na 2006 kon hij ook meepraten. Hij mocht liedjes meebrengen. Hij wou ook zeggenschap. Ja, zeggenschap, weet je. Okay. Want hij liet zien, ik ga met jullie mee
die mensen aanpakken. Hoe heb jij het ervaren, die beginproces? Ik heb het beginproces heel mooi ervaren, want ik moest eerst op zo'n soort sollicitatiegesprek in Buurpost. Met Elton en Boysie. Hoe ging dat? Ik kom binnen, kijk, ten eerste, ik kom uit Capelle, wij zijn niet van dat stoere, we zijn best wel soft daar, gewoon rustig. Dus ik kom, ik moet naar Millings, ik denk, saan. En Buurpost is niet zo groot, hè? Ja toch, okay, ik moet naar Millings met Boysie en Elton, en een kamer, maar ik ga. Gebeden, van lukt het, laat alles goed gaan vandaag. Ik ga zitten. Hij praat niet met mij. Dus ik zit. Ik stel me voor. Boysie praat met mij. Hij zegt tegen Boysie. Ja, Boysie zegt. Dus hij praat via Boysie met mij. En Boysie is dan zeg maar. Pero si tabo di lanti. Hey, hij zit voor mij. Hij zit gewoon voor mij en hij zegt alles. Maar dat komt door mij, denk ik. Hij was nog boos op mij. Hij was boos op mij. Hij zegt tegen Boysie van. Zeg tegen hem, maar in zijn oor. Zeg tegen hem, als je hier komt spelen, kom met je eigen stijl, kom niet met dingen van die man. En met die man, iedereen weet wie ik bedoel. Ja, dus kom niet met die dingen. Dus kom met je eigen stijl, dan krijg je een kans. Is goed, Boysie zegt alles na wat ik heb gezegd. Ik zeg okay. We zeggen van, wat zijn je plannen? Ik zeg gewoon, ik wil gewoon hier pleien. Hij zegt, waar heb je ooit gezien? Ik heb gezegd waar. Afrikanen pleien, bam, bam, bam. Hij zei, dit is goed. Je spot snaar. Ik zeg, is goed. Geen probleem, ik wil gewoon spelen. Maakt niet uit wat ze zouden geven, ik wil gewoon spelen. Let's go. Ik ging op snaar. Want ik hoorde in de wandelgangen daarvoor dat hij eigenlijk niet meer voorpies wilde spelen. Dat hoorde ik van. Ja. Hij was iemand aan het kijken die het zou kunnen overnemen. En dan pas laat hij het gaan. Toen zei Boysie van bij training van speel Sint Maarten Goes op 4-piece. En zo ben ik dan op 4-piece beland. Mm-hmm. Door dat. Okay. Ja, maar lekker dan. Ik ken hem al op 4-piece. Ja, want de eerste keer dat ik hem zag was 2003. Met Sluis? Ja. Festival? Maar was ja, festival, ja. Dat was typisch. Ja, nee, maar maakt niet. Nee, maar bij jou heb ik 4-piece gespeeld voor het eerst. Oh, niet bij TOK. Ik voelde alleen 3-piece, maar met TOK ook. Die vierde was even. Bij die vierde was ik van, what the fuck? Maar ik dacht van, okay, gewoon extra roffelen gewoon. En toch, het is nu één kans. Die mannen kijken, en je bent in Millings, dus... Ja, klopt. Roffel bij wat dan, je weet toch? Ja, Elton, die optreden, daar had je jezelf echt op de mond gezet, man. Die ja, toch. Met, toen dacht ik, nee, nu is Sluis... Ja. Je toch aan het lopen, ja, weet klopt, je? Ja, klopt. Maar wacht even, dus jij kwam hij ook gelijk terug? Ja. Ik kwam dus met hem, zeg maar. Okay. Maar hij kon gewoon naar binnen lopen, als het ware. Maar ik moest dan nog op gesprek. Ik door, man. Ja. Hij kent iedereen al, toch? Ik was gewoon die buitenstaander. Oké. Dus, als je ABC moet omschrijven, en als je nu moet terugdenken? De mooiste tijd van mijn leven. Ja, eigenlijk, ja. Ik heb daar voor het eerst Hennessy gedronken. Ik heb daar echt... Ik moet zeggen, als ik even mag inhaken, ja. ABC is de enige brassband. Je komt naar een training en er is een discussie. Je denkt, ze praten over iemand die is vermoord. Het gaat om een spel van PlayStation. Ja, toch? Als waarom mijn spelling? Hé, wanneer hoop ik je maar mijn spelling? Zwaar mij maar eens wat. Andy, wanneer hoop ik gewoon echt discussie. Ja. Mooie dingen. Voor mij was het een mooie tijd omdat ik de ruimte kreeg om zelf te groeien. Dus hij gaf me het vertrouwen. Hij gaf ons allebei het vertrouwen om ons ding te doen. Precies. Hij zei gewoon, doe jullie ding. En wanneer hij het niet voelt, dan zei hij ook van, ja, het kan beter. En dan deden we dan opnieuw en dan deden we het gewoon beter. Maar door de ruimte die hij ons heeft gegeven, zijn wij geworden zeg maar wie wij nu zijn. Dus wel dankbaar voor dat, man broski. Man up, real talk. Ja, man. Netjes. Een vraag voor jou. Als jij je beste Battle of Drums met ABC, welke? Beste? Ja. Waarvan jij zegt van als ik naar die terugkijk. Ja. Want ABC heeft er hoeveel gehad? Quanto Battle of Drums? 3? Wow. Of meerdere? 2. Deze 4, deze 5. Deze 6 was toch geen Battle? Wat was hij dan? Wat heette het? Volgens mij. Wat was hij nou? Het was Battle of the Dream. Ja. Oké. Het was deze 4 toen... Toen kwamen jullie met die tanktop van Nike. Toen we van Zuid kwamen toch? Die tanktop van Nike.
toen kwam Road Jam voor het eerst zeg maar, op straat, volgens mij. Ik liep mee. Wilhelminaplein. Ja. Met die Nike tanktop. Piet op zijn zweetbaantje. Ja, precies. Net op markt, toch? Juist. Wie was daar? Nou, we hadden veel mensen met ons. Nee, maar kijk, wat leuk is van ABC. Dus ik speelde niet daar. Maar kijk, als je zeg maar meiden wilde kijken, dan moet je daar zijn. Weet je toch? Waar die mannen, maakt niet uit waar ze spelen, daar gaan. Dus iedereen destijds op MSN en zo. Klopt. Hype. Ja, we hadden veel fans. Veel fans. En nu, jij zegt 2004 niet, maar wat herinner je van 2002? 2002? ABC. Spijkenissen. Ah, en doelen. Oh, daar was ik bij. Ja, maar dat ik is, was toen B2B. Kijk, Katendrecht speelde ook daar, toch? Ja. Ik was daar ook toen. Ja, die was B2B? Michael. Dat is Katendrecht. Oh, zo heette ze? Ja, Katendrecht. B2B. Katendrecht was aan Thea Manos, maar we heette B2B. Oké. Okay. Ja, zei dat daar, ja, dat was, ja was, dat was ook battle. Dat was ook battle. Binnen. Ja, dat was battle. Binnen doelen. Ja. Ja. Die te spijken is gaan toch? LCBS gaan toch? Nee, jullie twee... Gelijkspel? Omdat Spijkenisse was te laat gekomen. Als Spijkenisse wel vroeg was... Hadden ze gewonnen. Ja, hadden ze zeker gewonnen. Ja, dat te laat telt niet voor mij. Speelde jij ook, zeg maar, daar? Ja. Nou, maar volgens mij... Ja, speelde. Jullie gingen... Die tijd kwam ik van TOK. Terug van TOK. En toen ging ik hun serieus trainen. Hun eerste optreden was die battle. Voordat wij naar Portugal gingen. En die battle, Robocop mocht ook niet spelen. Hmm. Dus we hebben hun alleen maar getraind. Mm-hmm. En hun alleen mochten battelen tegen Spijkenisse en Katendrecht. Ja. En daarna, omdat het een beetje fout ging door die Braas, toen dacht ik nee, toen heb ik Robocop gewoon daarin gezet. Dus alles wat we... Maar gelijkspel... tussen wie was het? Tussen ABC Spijkenisse? Katendrecht. Spijkenisse was te laat. Hun gingen bij die... Naar elkaar in premio, toch? Ik weet koning ging heen. Weet toch, hier bij... bij die brug. Weet toch, gingen we onze laatste optreden met ABC, met die broer van Pito. Chris Terminal daar. Juist. Daar heb je die battle van die koningin-dinges. Oh, en hun gingen eerst daar spelen. En daarna kwamen ze naar doelen. Maar ja, toen was het al afgelopen. Maar toen gingen ze een show zetten. Ja, ze hebben een show gezet. Een mooie show. Ja, een mooie show. Maar ze hebben helaas deze. Dus je geeft daar wel toe van als ze op tijd waren, was het een probleem. Ja, probleem. Ze waren echt sterk. Maar jij spoorde dus ook een tijdje in het Spijkenisse, toch? Of niet? Ja. Dat was toen met mijn vader ook. Toen kwam ik als kleine jongen daar binnen. Jij speelde timbal. Ja. Timbal speelde jij. Maar speel je vader bij Spijkenisse? Ja, hij speelt ook Alcibrax. Want ik ging met hem mee naar Tex-Mex. Ja, daar trainde jullie. Zeer zo, Tex-Mex. Ja, maar veel mensen hebben daar gespeeld. Hij speelde timbal en af en toe... Otmar. Ja, ik en Otmar waren daar. Dus die vond toen Jason. Juist. Ja. Magaren. Zo, Bananen. Ik was daar tussen. Mijn vader nam me mee naar trainingen. Ja, zo. En toen daarna ABC, zag ik dat Elton bij ABC was. En toen ging iedereen een beetje hun eigen kant op. Maar je was eerst bij, dus bij Spijkenisse naar TOK gegaan? Nee, Spijkenisse. En toen werd ik eruit gezet, is Spijkenisse. Mm-hmm. En zo weet die Suriname van TOK zo. Melvin. En Michael hadden een afspraak met mij. Oké, kom we gaan onze Brass Band gewoon in Zuid maken. Oh, die verhaal kennen jullie. Melvin, ja. Michael en jij zijn begonnen in Zuid als eerst. Nee, ze hebben die afspraak gemaakt. Om in Zuid te gaan beginnen. Okay. Ik en Melvin gingen met Kees naar die afspraak. Alleen jij en Melvin dus, op een gegeven moment. Maar Michael kwam bij die training. Maar ik hoor, Gianni was er ook bij. Van Elton. Wie is Gianni? Gianni is die... Hij is dat ook een earthquake dan? Die guy, ja. Maar hij was bij LC Bresse ook, toch? Ja, maar kijk, hun kwamen als training. Hun komen van dinges. Van... Spijkenisse, maar hun wouden mij helpen alleen maar met die jongens hier trainen, zodat ik die Brass Band hier kon opzetten. Omdat ze mij eruit hebben gezet, weet je. En toen gingen ze mij helpen, dus kregen wij die geld, kregen wij die instrumenten, begonnen we met trainen. Maar ja, op een gegeven moment, je hebt zoveel nieuwe mensen die je gaat trainen, weet je, het vraagt te veel kracht van jou af.
Dus op een gegeven moment hun dachten, nee, hun kunnen dit niet meer aan. Weet je, toen zijn ze gestopt. Moest ik gewoon doorgaan met al die... Met de resterende jongens, zeg maar, ja. De jongens zijn gebleven. En toen zijn ze hun eigen groep gaan beginnen dan? Nee, ze zijn werken gaan met... Met Spijkenissen, ja. Oké. Want Michael is daarna wel op Katendrecht een proces gestart toen. Want ik kan nog herinneren, jullie deden ook een paar dingen samen. Dat was het begin volgens mij, toch? Laat me zo zeggen... Er was geen zaal bij Millings, daar begon het. Want normaal, toen ik bij TOK was... waren hun nog steeds bij dinges. En daarna pas ging hij zijn eigen ding doen. Ja. Ik kan me herinneren, toen als je bij ABC in het beginproces mee wilde gaan, moest je een formulier invullen. Mm-hmm. Ja, bij Kees toch? Mm-hmm. Ja, Kees. Wie je bent, wat voor instrument je wil spelen, welke dagen je kon trainen, of je weekend beschikbaar was. Dus je moest dan met die formulier moest je naar huis, moest je je ouders laten zien. Je ouders moesten Ja. Officieel. Ja, in die tijd, die jongens waren jong, hè? Officieel. Ja. Okay. 13, 14 jaar. Ja, officieel. Die jongens waren jong. Ja. En je ouders moesten tekenen, een paar boys gingen faken. Die formulier back. Ja, echt man, dat is echt. Robocop was wat? 11 jaar? echt way back. Wel mooi om te horen, zeg maar. Ja, zo ging het begin eraan. Naar huis, ondertekenen. Toen ik bij ABC kwam, was ik jong man. Ja. Klein man. Want die tijd toen ik kwam, was... Ik zag hem spelen, maar toen ging hij naar TRK, toch? En toen kwam... Black, juist. Okay. Black trainde ons met... Kijk. Shout-out naar Kijk en Black, man. Ja, man. Hij trainde ons, man. En we gingen op een gegeven moment trainen in IJsselmonde, man. Oké. Op eigen budget dingen. Ja. Maar soms heb je geen stokken. Je speelt gewoon met die... Je weet toch die buizen waar ze kabels mee trekken? Ja. Ja, Mattie. Onze tijd was een beetje harder. Zo zie je... Je wilde altijd spelen. Ja, klopt. We hadden altijd stokken bij ons op een gegeven moment. Klopt. In de metro, die mensen werden gek van ons. Maar nu heb ik toch wel een vraag, wat misschien... Wat is er met ABC gebeurd? Wat was de nekslag? Wat was de dode... Ik denk, we hebben ons doel bereikt. Ja, man. Dat denk ik ook, man. En wat was dat? De doel? TOK verslaan. Want kijk, wij keken... Iedereen keek op naar TOK. Het is of je wil daar spelen met die jongens, of op een gegeven moment je wil dezelfde, je wil erkenning krijgen van die boys. Dus op een gegeven moment, toen wij battle hadden gewonnen, waren hun erbij. Dus die spanning is hoog. Ja. Want iedereen weet van die oké, komt altijd goed. Maar uiteindelijk hadden wij gewonnen, wij kwamen beter. Dus toen kregen wij ook die erkenning van hun. En toen, dan denk je van oké, wat is er nu te doen? Er is geen uitdaging. Ja, want kijk, het begon al vanaf 2004. Dus toen we hun ook op de podium kwamen, weet je voelt ook, ik kan deze mensen aan. Weet je? Ja. Maar ja, dat denk jij. Ja. Je weet niet zeker. Weet je? Ja. En je weet toch, van 2004, je hoort niks van wat hij zegt. Dus geen erkenning. Ze zeggen niet, jullie waren goed, maar niet... Beter. Juist, weet je. En 2007 konden we dat krijgen. Ja. Weet je, toen dachten we, nu is het... Kijk, wat mensen zeggen is goed, maar als het van hun komt, dan is het beter. Ja, weet je. Ja. En zo zie je het gelijk dat, mooi meegenomen. Hey, maar voor mij was het wel doel bereikt, want we hadden in 2004 moesten we eerst naar Alkmaar battelen tegen Rilo, toch? Nee, Rilo, weet je die andere? Niet. Zo heette hun toch? Nee, die geen Rilot. Van Mati toch? Wie is Mati? Mati, dat is de eigenaar van Rilot. Nee. Rick was ook bij hun, ben je vergeten? Rick speelde met hun Rubinet. Weet je? Geen Amadou, toevallig? Nee man, zo weet je niet zo. Dat was TOK, die oude TOK van jaren 90. Maar hun zijn toch uit EOK en hun hebben toch hun eigen groep gemaakt. Dat is Rilot. Ze deden Rilot, die maat. Ja, Rilot. Ja. Toen moesten wij tegen hun. En degene die zeg maar beter was, mocht verder. Wauw. En toen gingen wij verder. Kara. Ja, wij stonden tegenover elkaar, man. Yes. Dat weet ik nog, man. Dat zijn die mooiste dingen, man. En toen zag ik, volgens mij... Maar waren jullie op oorlogsterkte? Of was het van... Ja, we waren voorbereid. Ja? Denk aan 2002 verloren. Mm-hmm. Nu ga je tegen iemand wat sterker. Mm. Dus je moet eigenlijk. Dus je moet ervoor. Mm. En
toen zag maar 2003, carnaval, zag ik wel dat hun waren al klaar voor. Oké. Was dat 2003 dat steeds voorbij kwam op Rotterdam Rijnmond, waar je ging roffelen? Ik ging die roffel oefenen thuis. Jullie speelden San Paul en dat kwam steeds op bij de carnaval. Jullie hadden witte shirts aan, toch? Witte shirt, ja. Jamie die heren. Jullie speelden, dus dat kwam altijd langs op Rotterdam Rijnmond, maar je kan niet terughalen destijds. Ja, dus je moet wachten. Ik ben wachten totdat hij kwam weer. Ja, het is vanaf die tijd was je al bezig met de emissie. Kijk. Wat heb je nu toch? Dus ja, man. Ik weet nog precies, maar ik weet die roffel uit mijn hoofd, bro. Is er iemand toch? Ik weet dat toch niet. Ik weet het uit mijn hoofd. Ja, man. Dus eigenlijk dan, als ik een beetje goed begrijp, 2007 was dan misschien de battles, waarvan je zegt van... Ja, ik ben blij dat ik daar een onderdeel van ben geweest. Man. Zeker weten, man. Ja, we waren frisco. We waren brutaal. De beste jaar bij UWC was ook 2007, vond ik, man. Kan de training herinneren, zo? Nee, de trainingen waren oké, maar weet je wat echt kut was? Nee, het was kut, want de trainingen in Frankrijk... Als we ik heb een nachtmerrie aan Frankrijk. Wat was er dan? Wat was er in Frankrijk? Carnaval bedoel je? Die carnaval. Ja, maar, weet je hoe lang je speelt? Op een gegeven moment, je ziet alleen maar huizen. Eén persoon daar, één persoon. Het is gewoon niemand. Maar je moet lang lopen. Wat voor carnaval was dat? Schoon... Ja, maar jullie doen nog die carnavals niet. Want ik zag een Brasman daar lopen. Ja, wij niet. Ja. Wij doen het niet. Hoe lang was die? Vergelijk even. Het was onnodig lang. Laat me zeggen. Het was onnodig lang. Omdat op een gegeven moment je ziet helemaal niemand. Maar hij is op van... We zijn aan het trainen voor... Bij Kaya. Oh, je weet toch? Ja. Dus waar te kooi, Roman? Wat dat toch? En dan is het... Nu weet ik waarom deze man... Maar ga verder. Dus wij spelen... En dan kijken we naar achteren. En dan is bezig aan het rusten. En dan wij gaan... Wanneer wij moe zijn, komen hun naar binnen. Ik dacht, ja, donderop. Maar uiteindelijk hebben jullie wel profijt van gehad. Ja. Het heeft wel geholpen, maar broer. Nachtmerrie. Als je hoort Frankrijk zondag, het enige wat ik aan denk nu is die tonijn in de ochtend. Ja, man, in die grote zaal. Wauw. Wow. Ja, man. Maar was die lekker of was het? Ja, het was als je honger hebt na die optreden, broer. Weet je wat broodjes beklappen? Wat? Ja, daar was ik gewoon de hele dag mee kwijt. Ja, en ik ben je ook. Nee, maar het was een mooie tijd, want we waren goed voorbereid, we waren sterk, we waren fit, we waren alles gewoon. Mm. Ja, ik kan me ook herinneren. Jong ook, hè? Ja, ik kan me ook herinneren dat jaar kwam ik met Shurendo naar ABC, begonnen met ABC 2. Jullie waren de leiders van ABC 2. Ja, klopt. Ja, man. Jullie waren de leiders. Oh, was Shurendo bij jullie begonnen? Shurendo, ja, en ik. Shurendel, ja. Hè? Shurendel. Ja, shoot. Ja. Wij kwamen naar ABC, maar wij mochten niet van jou naar één gelijk. Nee, ik heb dingen wel van één. Bij hem was het gewoon een strakke nee. ik kwam naar ABC, ik kwam in het parkhuis, Elton kijkt me aan. Amitabo, bro. Wij zijn geen vrienden, ik ken jou niet. Maar jij kwam niet voor Snaar. Dat zegt hij altijd. Ik denk, Quizboy heb je toch opgepikt? Ja, ik kwam niet voor Snaar. Maar uiteindelijk, ik kan me herinneren dat gesprek in Parkhuis, want ik had ook gewoon gesolliciteerd naar ABC. Ik wou ook wat nieuws, want ik heb ook heel veel brassbands gehad. En volgens mij van daaruit... Dat was de reden. Ik kwam van B2B. Ja, hij kwam met Katendrecht die tijd. Van B2B volgens mij kwam hij. Ik speelde met B2B, dus Michael. Ik speelde met Bam van Sluis. Ik had optredens met Earthquake. Ik had echt heel veel brassbands, heb ik gewoon optredens gepakt. En volgens mij toen ik naar ABC kwam, dus ik wilde wat nieuws gaan proberen, daarvan zei hij tegen mij van, niet in mijn groep, begin bij ABC 2. Ga je daar even bewijzen en dan ga ik erover nadenken of je in ABC 1 kan komen. Ik dacht, weet je, ja, dat wordt ik ga gewoon voor mijn kans. En Shurendo kwam ook, maar met Shurendo had je al volgens mij een hele andere soort band. Want Shurendo was vaak in Meelings, maar we moesten allebei ABC 2 beginnen. Hun waren de leiders van ABC 2. Ja. Dus wij trainden na jullie of voor jullie. Hij vroeg mij of voor een tweede groep te maken. Ja, en zo kwamen wij daar in rond. Ja, want iedereen sprak ik mee. Mm. En ja, er was vraag naar, weet je. Iedereen wil spelen, maar Elton zegt telkens nee. Ja. Dus ja, dan een tweede groep. Dan gaan wij het roeren, en weet je wat me ook is bijgebleven? We zijn gewoon midden in de training. Elton ook rennen binnen. Romana met elkaar wokkie. Ja. Shit in die. Abo. Hassan de Biendo. Drit de bus. Last time. Hassan, knap. Zo ging het niet uit, hè? Slaf, wat hebben ze pato? Hassan de Biendo. Hey, dat was echt die tijd. En die tijd maakt niet uit. MC 2, 3, 4.
Mama Bari. Ja, maar dat was wel... Dat was echt die tijd van het parkhuis. Maar uiteindelijk kan ik me herinneren dat jullie hadden ons zelf aangekaart bij EBC 2 van als jullie gewoon zo doorgaan, dan komen jullie plekken vanzelf in EBC 1, zeg maar. Ja, toch. En ik weet niet hoeveel snaars van EBC 1 op een gegeven moment stopten, maar je had alleen Andy nog en Elton op snaar. Ja. Volgens mij Lily stopte, Smoke stopte. Ja, dus die boys waren gestopt en er kwamen vacatures vrij op snaar. Ja, Schwender en ik waren de... Andy was er ook, toch? Andy Barber Andy, was er ook. Ja, Andy was er ook. Elton was nooit blij met Andy. Nee, maar ze waren gestopt. Andy was niet sterk genoeg, maar wel enthousiast. Maar niet sterk genoeg om... Welke Andy bedoel? Andy Barber. Andy Barber, ja. Hij is wat hij... Andy. Andy, dat is ja, maar kijk nou. Andy Endos. Ja. Endos. Ja, dat is Barber. Endos, zijn probleem was... hij wou van twee kanten spelen. Hij wou daar spelen en hij wou hier spelen. Wat en daar Bam. Was ik. Ja, toch van waar hij vandaan kwam. Nee, hij kwam van en Bam, daar Bam. Was ik tegen. Ja, ja. Hij kwam van Bam. Maar toen hij bij EBC 2 kwam, had hij niks meer met Bam, man. Maar is hij bij jou begonnen? Hij begon EBC 2. EBC 2. Shurendel, ik en die, wij waren die drie naast. EBC 2 was hun. Toen had je Julio nog op toernooi. Klopt. Ja. Klopt. Elton Samba B, Shurendi. José was af en toe ook bij ons. José ook af en toe. Ja. En daar begon het een beetje. En je had Guto ook. Ja. Zo begon het. Jermaine. Oh, dus dan hebben jullie hem dus naar mij gestuurd. Wie? Endos. Hij kreeg een kans. Iedereen kreeg een kans, want we deden de try-out toch? Maar Dennis kwam ook. Willy kwam toen ook. Willy. Willy van Almere. Almere. Willy. Ik kijk hoe hij... Ja, ik zag hem laatst bij... Zondag, hij liet me jullie ding zien zo. Weet je, die podcast wat jullie hadden met die guys van Den Haag. Juist. Weet je? Willy. Hij was ook voor ABC, Willy. Maar hij, in elkaar heeft try-out. Allebei kostte met wie is hij gekomen? Met Willy, mij. Willy. Met jou? Ja. Oké. Ja. En zo kwamen vacatures vrij op snaar. Want Smoke stopte en Lilira stopte. Je had alleen dan Andy en jij dan op snaar. En, ja. En je wou sowieso met vier snaars wou je gaan. En toen zei Jonathan en Maartje tegen ons, als jullie gewoon zo doorgaan, jullie luisteren wat er gebeurt, dan kunnen jullie langzamerhand instromen bij EBC 1. Maar jij had af en toe zoiets van, ik wil die boys toch niet. Arman. Dus er kwam een beetje tweestrijd. Op een gegeven moment moesten we ons laten zien. En van daaruit kregen we langzaam de vertrouwen van jou. En daarna zeiden Jonathan en Maartje achter ons, als jullie zo doorgaan, kan Elton niet om jullie heen. En toen gingen we vaker meetrainen. En toen uiteindelijk, want als wij wat slecht deden... Bonotto zonder nos. Zij kregen toen die gezorgd. Ja, maar even tussendoor. Heb je met ons 2006 gespeeld? Nee, 2007 was ik. 2006 niet. 2007 dat sluit aan. 2007. 2006 ik ben Omar, Welly, Lily, Abuko en die. Nee, wie was op base? Veneta, dus de Premium Quincy Boy, Orel. Oh, dat is het, oké. Def, die moeten we. Hey, maar wat was die dag allemaal gebeurd, man? Ja, ik kan beter vragen wat er niet is gebeurd, man. De Jinko was die. Wanneer? Die 2006. Die battle, die route. Ik was ook in Sakana naar Hawaii. De Jinko was die. Was niet bij die start. Was je bij die start? Nee, mijn kruiskade daar. Ja, toen was echt, man, die dag, man. Ik kwam aan, ik zie ruzie, die is er. Ja, want die gasten waren toch op een gegeven moment waren ze opgepakt, toch? Ja, ze werden niet opgepakt. Was iets aan de hand toen ze mee was, of zo? Was het voorgevallen, ja. En ja, wij moeten starten, maar wij moesten mee. Dus ja, die mensen worden verhaal halen. Maar ja, wij moeten beginnen. Dus nu mis je mensen. Dus hoe ga je dat doen? En Elton is er niet. Nee. Ja, die dag, wel een verkeerde dag, man. Hoe begon het uiteindelijk? Nee, die afspraak was, jullie zouden beginnen en ik zou gewoon op één punt wachten om te kijken hoe hun zouden naar me toe lopen. Okay, van daaruit. Ook wat geluid kijken. Geluid kijken, dit en dat. Dus ja, ik sta daar. Dus ik zie al dat... Maar hoorde je het verschil? Ja, juist, allang. Maar ik denk, hè, wat is er aan de hand? Maar... In de tussentijd komen ook mensen naar me toe. Hey, heb ik gehoord? Andy, politie met Andy. Ik denk, hè? Weet je? Want Andy zou alles regelen. Hij zou toch alles regelen, zodat jullie kunnen begonnen. En dan liepen hun gewoon naar me toe. En wie nam het over uiteindelijk daar?
Niemand? Nee, volgens mij zei Bouwnoemer normaal of zo. Iemand zei gewoon Bouwnoemer en we stellen op onze bijen. We gingen gewoon, want... We hadden één vrouw die bleef haasten. Ja. We moeten gaan. Dus we gingen gewoon. Maar volgens mij zei Bouwnoemer van, ja, zie ik die mensen toen Bouwnoemer normaal. Let's go. Ja, man. Ja, anders, man. Dus zo gezegd, zo gedaan natuurlijk. Ja, toch. Ja, maar Jelly en, weet je? Welly? Welly en, weet je die andere? Lily. Ja. Ja, hun twee moest het volhouden, weet je. Hun twee en Gwendo, hun drie. Oh ja, Gwendo, ja man, ja. Zo. Jeetje. Ja, hun drie moesten het doen. En daarom hoor je het verschil, want Andy is wel de drager op de snor. Qua geluid, hè? Ja. Qua geluid, als hij niet speelt, hoor je het ook gelijk duidelijk, weet je. Mm-hmm. Dat is het. En dan, jij bent er zelf dan niet bij. Dan, die mannen spelen gewoon basic. Maar we zijn gewoon met twee mannen minder. Dus je hoort het gewoon. Vooral als je gewend bent aan de geluid van vijf. Van normaal, ja. Wat hebben wij getraind? Ja, zo moet het klinken, weet je. Dus je mist sowieso qua geluid, mis je twee man. Ja, man. Maar ja, ze hebben hun best gedaan, man. Mm. Ja, sowieso. 100. Zuiver. Een liedje in elkaar zetten, toen de tijd. BBC. En bijvoorbeeld, als je dan bijvoorbeeld Maatje voor Nu. Hoe maakte jij liedjes vroeger? Luister je liedjes op YouTube of cd'en waar je dacht van, dit kan een ideale breastband nummer zijn? Of stuurde mensen dingen naar jou toe? Hoe was je contact met Braas? Hoe deed je dat in jouw tijd? Ben ik best wel benieuwd of dat heel erg is veranderd met hoe het nu gaat. Of misschien heb je het een beetje meegenomen van hoe het toen de tijd ging. Voor mij, hoe zeg je dat? Wanneer ik naar een liedje hoor, ik moet horen dat iemand kan erop jumpen. Weet je? Okay. Uh-huh. Dus niet gewoon dat je zo doet en is oké. Okay. Ja. Dus als wij die liedje speelt, dan moet ik het voelen dat iemand kan gaan meegaan, iemand kan losgaan. En zo ga ik, laat maar zo zeggen, refreins pakken van vier of acht tellen. Vier aftellen, laat maar zeggen, het lied, daarna, laat maar zeggen, vier refrein. Daarna weer, laat maar zeggen, acht lied. En bij wie ga je dan om het nummer te produceren, maken? Met wie werkte je om die nummers? Nee, dat is Kibi. Zo, je gaat zo. Heel veel schrijvers. Ja, man. Had je dan bijvoorbeeld een favoriet van, ik weet, als ik naar hem ga? Kijk, mijn beste schrijver van ABC voor mij is Jeffrey. Ja, man. Jeffrey is de beste. De beste die ik ooit... Ja, man. Ik had TC. Ik had Elvis. Okay. Elvis heb ook liedjes geschreven. Ja. Die sommige liedjes van 2006 is van Elvis. Okay. Weet je? Maar die lied die Jeffrey... Welke nummer heeft Jeffrey geschreven dan? Allemaal van 2007. Ik denk alleen die van jou niet. Juist die van mij wel. Nee, maar allemaal. Die van mij, die van, van Quincy heeft Boy die ook. Die weet ik wel. Hij heeft die zelf geschreven. Dan heeft die van Robocop ook kwam van hem. Ja? Ja. Zo. Okay. Daarom zeg ik... Maar er is en eentje ook die Sos heeft gedaan, hè? Huh? Sos heeft ook eentje geschreven, van Boy Z. Dat, maar dat is 2005. Toen was ik er niet. Nee, ik was erbij toen Sosa een nummer had geschreven voor hem op papier, maar heel slordig. En toen hebben jullie het aan laten passen door iemand netjes. Jeffrey, je hebt al die nummers geschreven. Mm-hmm. En bij optreden, bij training was hij daarbij, maar hij ging niet bij battle. Ah. En soms wouden die blazers dingen wegschrijven. En daarom vind ik hem de beste, want hij zegt gelijk tegen die mensen, nee. Ik heb het geschreven, zo moet je het blazen. Yes, en dat heeft TC ook supersterk. En dat is wel wat die kwaliteit heeft. Denk eraan, TC was mijn blaasdieder. Mm. TC ging dingen wegschrijven. Ja? Ja, so het was TC. Hij zei tegen TC, nee, dit laat die ding zo, je moet hem gewoon zo spelen. Ik kan niet zeggen dat TC is vervelend met dat, hè, als je dingen weglaat. Maar hij zijn allebei schrijvers. Dus misschien kreeg hij een ander idee of zo. Nee, maar als schrijver weet jij dat je andere schrijvers werk moet respecteren. Dus dan kan je niet dingen gaan wegschrijven. Ja, klopt. Dus ik vind het wel raar dat hij dat deed. Maar Span. Cool. Oké. Jeffrey. Waar is Jeffrey? Nooit meer gezien. Ik heb Jeffrey nooit meer gezien. Ik weet niet. Mijn laatste keer met hem was in Londen. Ja, man. Hij is een goede trombonist ook, hoor.
De drie beste ABC liedjes die je kan kiezen. De drie beste liedjes. Laten we bij auto beginnen. Nee, wacht. Beste liedjes? Beste liedjes. Als je nu drie liedjes... Drie beste liedjes van ABC. Tres Cantico, wat wil als ik deze drie nu speel... Dus origineel van ABC of gewoon wat alle ABC... Wat ABC heeft gespeeld, maakt niet uit wat. Ik begin bij Jonathan. Drie nummers van ABC waar je zegt van ja, die drie nummers... Die staan nog op mijn netvlies. En daar geniet ik van. Sowieso die nummer wat Quincy Boy had meegenomen. Cabeza Riba, dat is één. Zo, drie man. Nog twee. Ik weet het is lastig. Daarom ja, het is lastig ja, man. Ja, man. Ja. Het is lastig. Robo had ook een liedje die ik leuk vond, man. Waar we naar voren gaan zo? De koe is van ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta. Die vond ik ook leuk, man. Goeie land. Ja, man. En sterk. Er is een andere. Ik ben daar geen fan van, maar mensen reageren daarop. Dat was Wushi, meneer Wusso. Ja, ja. Ja, dat was voor de mensen. Ja, daarom. Ja. Dus. Maar je had zelf niks mee. Nee, ik maakte geen liedjes. Nee, maar ik bedoel, ook qua spelen, pakte die nummer jou niet? Nee, man, ik was nooit fan van die Antilliaanse liedjes, man. Oké, maar ja. Ik was nooit fan. Pissig, ja, ik ben altijd dus, van dus die... Dus Koei Papi en zo ook niks meer? Nee. Alleen weet die je, van Robo, man. Weet je wat het deed op straat als jullie... Krudoep Dubas. Oh, Kappelang. Weet je dat wel. Dat was een impact, hè? Ja, man. Dat was had een impact, maar ik ben meer van die soca kant. Ja, okay. Die kant hou ik van. Daarom snap ik ook dat je dan die eerste nummer hebt gekozen. Die ja, man. Dus ja, die... Zie je het verschil? Zie je het verschil? Snap je wat ik bedoel? Maar toen die liedje kwam, hè, en die gast ook met die vuur, toch? Die vuurzweet. Op een gegeven moment, hij is puur zo. Mensen denken, we hebben geoefend met hem. Was die man, random, die man random. Was er niet. Bro. Ik kan mezelf herinneren, Elto zegt tegen ons, Kido. Maar door die liedje, ik denk door die liedje hebben wij echt gezet van... Ja, dat was wel... Dat was zo die afsluiting van die set. Ja, wij gaan nu winnen. Als je naar KBZ aan bent, dus ja, man. Maatje, jouw beste drie nummers van ABC? Mijn favoriete nummers? Drie. Fiesta, Seogos. Mijn derde tune is Dushimane Mosoda. Die moet ik dan zetten. Dushimane Mosoda is wel lekker. Fiesta? Fiesta, man. Mm-hmm. Tampira, Warawira. Ja, rare smaak, man. Nee, broer, die pokoe is echt mooi. Dat is een liedje van... Dat is een oude liedje, man. Yes, sowieso. Ja. Is dat waar Leandro de hele tijd roffels blijft gooien? Kijk, wat doet hij daar? Nee, hij gaat versnellen soms, daar. Soms. Ja. Hij soms, versnelt daar naar boven. Als hij gaat versnellen daar. Die liedje heb je Tissi geschreven. Ja, dat is echt een mooi nummer. Dat ze heel rustig zijn, maar zelfs nog. Ik heb hem gezien. Pieter dirigent. Ik heb hem gezien, Maar ja, Boogieman was ook een sterke, hè? Boogieman, ik heb hem zo vaak gespeeld, ik wil hem niet eens noemen met. Boogieman heb ik, laten we overal aan komen. Of DD of Boogieman. Die begon sterk, Boogieman. Boogieman begon sterk altijd. Ja, nee, ik heb gewoon trauma van Boogieman. Dat is heerlijk, broer. Ik heb die echt... was een lange nummer ook. Pam, 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 pam. Ik ging kapot. Elton, jou, ik ben best wel benieuwd. Ik ben ook Quincy Boy, Cabeza Riba. Macho, dat is een liedje, dus die derde liedje die we hebben gespeeld in 2007. Hele leer toch, of zo was het? Hele leer, ja. Ja, toch? Ja, hele leer. Ja, die en Dede. Dede was ook wel sterk. Ja. Dede was ook een ding, ja. Dede was sterk, omdat wij moesten ons demonstreren. Ja. Omdat die tijd gaf ik les aan Den Haag. Ja. En ik heb die liedje voor hun gemaakt. Oké. Okay. Maar... hun duurde een beetje te lang om die liedje op te pakken. En toen hoor ik op straat dat een andere brassband zou die liedje gaan spelen. En jij dacht nee? Ja, juist. Toen heb ik die liedje teruggenomen en heb ik zelf bij mezelf. Ja. Oké. Wat van jou dan? Van mij? Koei Papi, ja? Niet zozeer omdat ik... En ik speelde niet, hè. Het is gewoon de impact van als je naar... Kijk naar ABC en je hoort Brigante Dash. Ja. Ik kwam herinneren, Alkmaar speelde ik met Bam, kwamen we daar aan. Hebben jullie die break twee keer gedaan? Die bam, 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 bam. Twee keer. Ja, dag. Het podium viel bijna uit elkaar, man. Toekraak. Ik vind die Traffic Jam. Ja, Traffic Jam is ook wel een gewoon qua impact, zeg maar. Maar die is zwaar. Ja. Wat?
Hey, is zwaar? Oh, joh. Hij zegt, hij zegt, dus je doet tikkeringen, doet dat, dat, en dan, hij hoort iets of die break gaat fout. Hij zegt, oké, opnieuw, ga je weer. Die en uiteindelijk ook die Cabeza Riba, man. Ja. Die Cabeza Riba was een van de beste liedjes van... Alles zat erin, man. Show, muzikaal. Ja. Je zegt ook die braas. Hij danst ook lekker, hoor. Vuurtoren ook van die guy. Hij danste lekker. Als je zo een battle eindigt, dan ben je garandeerd. Braasseksen werd gek toen wij die gingen sturen, eigenlijk. Ja, man. Te veel blazen, toch? Ik wil richting een quiz gaan, om te kijken hoe jullie daarin reageren. Een soort Unicum quiz. Wie kwam als eerste met een charia / merengue? Vanuit jullie optiek. Charia / merengue? Ja. Je had eerst ritmo. Ja. Je had ritmo dos. Dan misschien voor mij had je ritmo tris, maar ik weet dan niet hoe ritmo tris dan klonk. Maar ging toch wanneer, samba of zo? Wanneer ging het? Dus je had samba, ja. Maar wanneer ging het naar merengue, charia? Wie? Braas Express, man. Braas Express? Ja, man. Oké. Okay. Ja, maar ik heb dingen gezien van jaren 90, bro. Ja? Dus die stilo wat ze nu spelen is gewoon een opgetunede stilo van toen. Dus bijna zelf. Dus de meringen die we nu spelen? Ja, een fine tune van hoe het was eigenlijk. Ja, man. Maar is Braas Express is dat van Rikje zo, toch? Of ja, niet? Man. Van jij zo? Ja, man. Oké. Okay. Dus het komt dan vandaar. Ja, ik denk maar dat ik vind wel dat hun klinken niet als T.O.K. Nee. Klikken niet als T.O.K. Okay. Ja. Maar als jij ziet, als speler dan, ik zie wel dingen die van toen is gebruikt, die nu in een ander jasje is gestopt. Mm-hmm. Ja, maar dat hebben wij nu gedaan met wat hun hebben gedaan. Ja, dat is sowieso. Ja, dus het is gewoon een jasje. Zij was de kudde, level up. Ja. Oké, maar ik dacht persoonlijk zelf dat van, dus concreet, specifiek jij ook kwam. Dus die... Ja, sowieso. Toen jij die stok had omgedraaid, toen iedereen keek van, oké, wat is dit? Je weet toch? Okay. Had een nieuwe stempel gezet en tot de dag van vandaag hoor je dat. Ja. Dus. Ja. Elke bras bent veel. Ja. Oké. Okay. Express. Ja, joh. Ja. Is dat een antwoord? Ja, oké. De volgende is wel een leuke, omdat ik natuurlijk weet. Welke legendarische bandleider kan een hele set fluiten? Fluiten? Ja. Heel ze toka. Ja, maar kijk nou, maar die probleem is... Hey, dat die winnen dat nee, maar wacht nou. Die probleem is... wie zou jij kiezen? Want toen ik dat deed, ik zag nooit van jullie. Geen één van jullie. En ik weet 100% hun... Ik heb jou niet ervaren met fluiten. Ik heb je nog niet. Ja, daarom zeg ik. Jij hebt het misschien gedaan, maar ik ken iemand die. Maar ja, kijk. Ik heb wel video's gezien. Voor onze tijd ook had je. Wat ik me kan herinneren van Elsie Brest tijd trouwens, toen ik meeging met mijn vader en hun speelde optreden, had iedereen een fluit. Ja. Overal. Ja. 20 keer de contest daar outro. Dat was echt een ding. Maar denk er aan nu, het is ook heel anders, omdat je hebt verschillende fluiten. Ooit had ik ook een fluit van. Accordeon? Nee, van weet je, van voetbal. En die fluit heeft deze legendarische band, die fluit hij heel het set. Er was een band die dat deed. B2B. Volgens mij, Michael stond altijd met fluit. B2B. Welke Michael? B2B. Michael kan blazen. Ja. Michael was een blazer. Wij kennen hem als de bandleider die blaast. Ja, sowieso. Ik ken hem als blazer. Ik ken hem niet als speler. Ja, met fluit. Hij doet charia gewoon in de kont. Hij staat op de kok op fluit, met hem. Conta. Weet jij dat wij... En speelt. Maar wat bedoel je? Dus die liedjes fluiten? Nee. Dat zou ik nooit doen. Dat doet hij. Nee, ik zou dat nooit doen. Weet je dat wij zijn naar Alkmaar geweest met B2B? Hebben een hele set gedaan met fluit. Zie wat toen. Kijk, ik kan wel... Kijk, ik geef wel seintjes. Ja. Bijvoorbeeld, als ik weet... Ik heb hun net een nieuwe break gegeven... En soms weet ik al in de training, gaat de break soms fout. Ja, dus dan geef ik een signaal dat die break die break gaat komen, weet je. Dus zulke dingen. Dus bijvoorbeeld, we spelen smilen. Mm-hmm. Maar bij die break geef ik al, bij die vier tellen voor een break, geef ik al een seintje. Zodat ze weten, er komt een break, er komt kieken. Of,
weet je, nou, wat bij, dan ook. Bij B2B. Maar niet dat ik de hele liedje ga spelen. Wij, vanuit onze tijd konden wij geen nummers schrijven. Alles ging met de fluit. En fanatiek gewoon, en dat maakte volgens mij B2B. Shout-out naar Michael, Ursula, ja, dat soort boys, Kaartendrecht. Ik heb heel veel geleerd daar, maar hun deden alles met de fluit en alles gewoon op een rustige ritme. So, alles moest zwaar. Iedereen ging tanky. Zelfs toen we gingen opnemen met z'n allen, ik weet niet of ABC erop stond, volgens mij wel. Nee, volgens mij stuurde je ABC Ladies. Toen elke breastband ging opnemen in Waterfront. ABC was ook erbij. Toen ging B2B ook met fluit. Ook met fluit, ja. Dat was gewoon onze ding. Nee, iedereen had belast. B2B niet. Hij ging met fluit. Hij ging bewust met fluit. Dat was zijn ding. Dus hij heeft dat zijn ding gemaakt gewoon. Daarom maar die CD bestaat nog steeds. Ja, maar B2B staat er niet op. Wanneer was dat? Nee, staat er niet op. Wanneer was dat? 2005 ook volgens mij. Iedereen had de single. Maar we hebben Bosanta Nos missen tokken. Ik heb niet in Waterfront. Het was een opneming. We kwamen erin, we speelden twee keer, we gingen weg. De enige opname die ik had was die CD. Nee, dit was ook een CD. Ik weet daar niet eens van. Ja, dat is die CD van. Hoe heet die CD? Jij was er niet bij. Hij was er niet bij, want hij speelde toen met die OK. Hij was toen gestopt. Dat was toen de tijd dat jij was gestopt? Oké. Okay. Daarom weet ik er niks van. Nee, Bama naar ABC Ladies, bro. Nee, zo, we staan daarop. Er staat een nummer erop. Roadjam. Nee, het is geen Roadjam, maar het was een Antilliaanse liedje. Antilliaanse liedje staat erop zo. Wij gingen daarin. Maar die man zei tegen ons, wij zijn de enige die twee keer heeft gespeeld. Ja, two takes. Twee keer. We hebben een keertje gespeeld, bam. Die man zegt, hey, nog een keer. Bam, oké, klaar. Die liedjes is klaar. Zo, makkelijk man. Dat is niet hoe wij eerst Nee, dat is niet. Daarom zeg ik, en we stonden met z'n allen daar in die ding. We stonden met z'n allen. Andere keer, de vorige keer was alleen. Ja, alleen één voor één. Toch, jullie hadden ook een eigen single, man. Daar stonden ook nummers op, drie nummers. Ja, drie nummers, ja. Iets met Morning. Juvel Morning, ja. En Juvel Morning was ook een nummer. Juvel Morning was een mooi nummer. Jullie hadden ook een nummer erop. Iets van para, 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 para. Dat was de mooiste. Para, 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 namens, dat was. Maar Bin, je hebt ook kapot waar ik kan tikken, was ook dat was een mooi nummer, man. Gruwelijk. Dat was echt een mooi nummer, man. Maar we waren de hele dag daar, of niet? De hele dag waren wij daar, of niet? Bijna. Waar? Bij die opname van die CD. Maar die vijf dagen, ja, man. S'ochtends tot. Tot de s'avonds. Die laatste keer was de zwarte. Ja, man, ik weet nog, man. Vijf dagen lang. Oké, laten we doorpakken met nog één quizvraag. Wat is een corrida? Ja, een roven van viertel. Eens? Dus, ik vind dat ook een roven van viertel met vier verschillende man. Die allemaal een stukje pakken. Wat vind jij? Wat vind jij? Je kan het ook met drie doen, je kan het ook met twee doen. Maar als je maar die viertel aanhoudt, weet je. Ja, precies. Maar oké. Okay. Ja, vier, acht, zes. Dus het kan in mijn ringen, in ritmo. Ja, weet je, no. In mijn ringen vind ik het nooit lekker om een viertel te gooien. Maar in ritme is altijd leuk. Dat is echt iets van Curaçao. Corrida? Dat is niet van hier, man. Corrida. Omdat wij geen voorpies hebben. Maar toen... En dat is een voorpies eigenlijk. Ja, de 90, als jij kijkt naar die gasten hebben tom-tom, hè. Ja, daarom, timbal, dat soort dingen. Michael had ook die timbal aan één riem, daarin... Dat wil ik. Timbal. Timbal? Nee, dus die tom-tom van vroeger, dus die klank. Die klank, dat was echt uniek. Die klank, ik probeer het eruit te halen. Ik probeer het vaak niet in orde te stellen. Omhoog, zeg maar. Bro. Deze mooie speelde. En ik heb die stokken waarmee ze speelden destijds. Hè, met die bolletje. Ik heb die stok nog steeds. Deze mooie speelde. Na dat ook een timbal, je denkt, er zijn twee tonen. Lugata un timbal, maar komen ze halen verschillende tonen. Dus dat, maar ik zoek dat al jaren, bro. Ja. Jij hebt het zeker van Francis. Ik heb het van Francis. Ja, ik heb video's van Francis. Ik heb al die rovers uit mijn hoofd geleerd. Dus, rest in peace, man. Rest in peace, Francis. Ja, maar rest in peace, sowieso. Onze trainer. Ja, man. De volgende die ik wil stellen. Welke band stond bekend om zijn ritme combina? ABC. Ja, dat is een no-brainer. ABC. Ja, ABC. Maar waren er meer groepen uiteindelijk van je zegt van ze hadden ook wel een combina? Van ik dacht van oké. Die OK had ook combina. Combina, maar die van hun is echt, je ziet het, dat... Wanneer hun dat... Kijk, wij spelen die ritme niet. Weet je? Ja, oké. Okay. Dus hoe hun spelen... Antilliaanse liedje... Wij spelen niet zo. Ja, precies. Weet je? Ja,
En dat maakt het goed, want wanneer wij spelen, je hoort het verschil. Ja, maar Gioke heeft altijd ook gezegd van, dat heb ik laatst ook gehoord, dat ze jullie daar ook voor respecteren, omdat jullie toch die eigen stijl hebben. Dus hun hebben hun manier, ABC heeft hun eigen manier, maar wanneer jullie allebei een nummer maken, doen ze dat. Ja toch, juist. Ja, dat is mooi. Ja. Dat vinden ze mooi. Iedereen zijn eigen stijl. Ja, man. Ja, toch. Nou, dat was het eigenlijk. Ik wil toch wel bij jullie nog een vraag neerleggen. Wat voor vraag zouden jullie willen neerleggen voor de volgende gasten die komen op Brassbandgebied? Zet de vraag neer. Wat ze vinden van de Brassband van toen, qua sound. Ja. En die nieuwe gasten van nu. Nieuwe generatie. Ja, wat ze ervan vinden. Dus de sound van toen. Ja. Dus wat vindt de generatie van nu van de sound van toen? Ja. Dus Pissel, toch? Pissel sound. Ja, kijk, omschrijf jouw sound. Ja. Kijk, want toen je kan naar battle gaan, je weet niet welke route. Maar je hoort een Brassman, je zegt gelijk, hey, die is DOK. Of hey, die is ABC. Of hey, die is... Kon je dat bij veel groepen doen? Of je zegt, ik weet toen wie dat wel, is? Toen wel, nu niet meer. Oké. Okay. Toen wel. Oké. Okay. Sound van toen? En nu. Ja. En nu. Elton, heb jij een vraag voor de volgende gasten die komen? Of je zegt, ik ben best wel benieuwd wat hun antwoord zal zijn op de vraag die je hebt. Dus Nee, ik heb eigenlijk geen vragen, man. Nee? Nee. Ook geen open vraag? Iets waar je benieuwd naar bent? Wat zij zouden doen in bijvoorbeeld een situatie van Brassband. Brassband gerelateerd. Hoeft niet per se een moeilijke vraag. Je vroeg net iets over danseressen, voordat we waren begonnen. Ja, je was benieuwd. Ja. Bestaat het nog? Of was ja, zo bestaan... nee, maar die, kijk, jij hebt nu je eigen danseressen. Nee, ik heb geen eigen danseressen. Nee, die meisjes die voor jou dansen. Ja, maar daarom zeg ik, ik bedoel niet zulke meiden. Ik bedoel die meiden die, je weet toch, in string en zo. Nee. Mm. Ja. Of ze nog bestaan? Ja. Ze bestaan. Hé, hey, hoe heet die meid zo? Die ene meid die je bracht, voor toenor. Zij werkt in die gymdinges, ja, zwaar. Hun hebben nog steeds die dansdinges. Ja, maar dansen hun met jullie. Hun dansen overal gewoon. Het is nu verdeeld, man. Wie beschikbaar is, die boeken we gewoon. Tenminste, als ze voldoen aan onze eisen natuurlijk. Maar zo gaat het niet. Ja, maar kijk nou. Die tijd, je betaalt voor kleren. Maar wat? Zijn ze nu in dezelfde prijzen? Nee, ze zijn niet in dezelfde prijs. Nee, ze zijn nu echt in de prijs omhoog gegaan. Omhoog? Ze zijn, ja, omhoog. Dus je moet denken nu gewoon als blazers en zo. Die kant moet je denken nu. Nee, maar wacht. Wat betaalde jij voor de danseres? Dat waren ze toch altijd, of niet? Nee, man, wat betaalde jij voor de danseres voor inzet? Snap elke min? 80. Was dat papa DJ? Hoor dat. 80. Hij betaalde 80 euro voor de danseres voor inzet. Inzet, hè? Volgens mij kreeg Braas geen 80 voor inzet, toch? 80? Ja, en Braas is 70. Zie je? We waren hoger al. Ja, ze waren altijd hoger. De danseres was altijd duurder, man. Is dat nu veel duurder? Nee, ze zitten nu richting de... tussen de 100, 150. PP. Voor inzet? PP. Het ligt eraan wie je treft, hè? Sommigen zeggen tegen jou van, ik dans maar inzet. Ja, maar kijk, dat betaal ik voor battle. Nee. Optreden. Ja. Kijk, je moet het zo zien. Het en hoe betaal je voor better als ze met jou meegaan? Ik zou nieuwe kleren laten maken en niet betalen. Dus uniform. Hoe bedoel je nieuwe kleren? Jij bepaalt dat niet. Hoe bedoel je? Oh, ik praat niet over jouw meisjes. Ik praat gewoon over die buiten... Oh, als ik ze zou inhuren, ik zou ze niet inhuren. Het zou te duur zijn voor mij. Oké. Het zou te duur zijn. Dus voor mij is dat niet... ik stop die money liever in andere dingen. Ja. Dat je wel kan zien dan, als we over toen en nu hebben, dat er een verschil is qua betaling en bedragen die ze eisen voor een set. Klopt. Want dus ook bij blazers, je hebt dat nu zelfs bij spelers. Ik kan me herinneren, als ik even brutaal mag zijn, als ik een optreden had en ik kreeg 30 euro, was ik gewoon blij. Als je nu boys moet gaan vragen, hey, willen we het elkaar pakken? Ja, sorry man, ik vraag 70 euro man. Ja, maar oké, wacht nou. Ja, jij vroeg net aan mij in het begin, hoe kwam het met betaling? Maar hoe kwam het bij jullie met betaling? Want is het bij jou ook begonnen met hobby? Ik begon met hobby. Ik was blij dat ik een instrument kon spelen. Okay. Bij mij, ik kreeg opeens een vergoeding van 20 euro. Van hier, dit is een vergoeding van die toka. Ik denk, oké. Maar wacht, waar is dat begonnen? Katendrecht. Oké. Okay. Veel later, want in het begin hebben wij heel veel gratis gespeeld. Pietje bracht ons naar die optredens. Yeah. We moesten geen OV betalen. We springen met z'n allen in die driewieler. Mm-hmm. Daar stonden we ook onbekend. Jonko kwam eruit, Slippers kwam eruit. We stonden daar. We kregen uiteindelijk
was er een toka, ik weet niet, ze hadden ons vergoed. Uiteindelijk hebben we 20 euro gekregen. Okay. En van daaruit is het soort van dan... Maar ik ben benieuwd hoe het dan in jullie tijd, van hoe is het toegegaan? Is het... Nee, bij onze tijd was het... zo, wie die reis was? Hij is met Clifford naar de TOK gegaan. Demi? Nee. Demi, Melvin. Die grote guy van Peugeot. Hij werkte bij Peugeot hier. Hij is de mattie van Clever. Ik heb nog niet deze guy, ik ben hem die helemaal vergeten. Terry of zo toevallig? Huh? Terry? Nee, maar ken ik niet. Maar daar begon het bij dan? Ja, maar want hij... in die oude ABC... Kees, het werd op een gegeven moment te veel voor Kees. Want Kees regelt al die optredens, ja, en dit en dat. Klopt, klopt. Maar hij heeft ook zijn eigen leven. Maar op een gegeven moment, hij moet hier werken bij Buurtpost. En hij moet, ja. En hij moet dan voor die brassband ook al die optredens, weet je. Ja. Dus op een gegeven moment hebben we alles aan... zo, weet je, zie. Hey, is dat zie? Hij zegt, we moeten vergaderen. Die grote guy, toch? We moeten vergaderen. Ja. Kolokla? We gingen met hem naar Koele Café. Ja. Ik weet niet wat Dennis was hij. Ja, toch. Zie. Dat was de guy, we gingen naar Koele Café met hem. Ben. Ben? Nee, Ben, dat is veel later. Die is veel later. Dat is de hel. Dat is ook mijn probleem. Nee. Ben niet, man. Jimmy Show. Ik denk Sieg. Ik weet niet zeker. Sieg was het. Sieg, hè? Jimmy Show. Dus toen heb ik alles aan Sieg overgelaten. Dus optredens, dit en dat. En hij zag, dus toen hij die boekhouder zag, want dat deed hij ook, boekhouder. En hij zegt, ja, hey, het blijft zoveel geld, we kunnen dit en dit en dit betalen. Ah, okay. Weet je? En zo begon het. Zo is het gaan rollen, zeg maar. Maar in die loop van de tijd kwam ook een aanbod aan. Dus daar kwam die aanbod van TOK. Toen hebben we die aanbod genomen en toen heb ik ABC een Black achtergelaten. Ah. Maar ja, toen Black het overnam. Weet je... maar hij moest alles gaan opbouwen. Ja, ja. Want ik was niet meer de baas. Dus ik had geen contacten meer. Want nu zit ik onder iemand anders. Ja, precies. Weet je? Precies. Dus ik hoef me geen zorgen meer te maken. Mm-hmm. En toen ik terugkwam van TOK, weer naar ABC. Dus die jongens waren gewoon bezig met trainen. Dus hun gingen naar optredens, maar hun kregen niks. Dus op een gegeven moment... zag zo'n oom, Quincy. Ah. En die begon te zeggen, hé, maar we hadden afspraken. Niet afspraken, we hadden vergadering. En bij die vergaderings, weet je, mogen ze hun mening even zeggen wat ze denken of wat ze willen. En vandaar kwam het idee naar voren. Ja, maar kunnen we beginnen met 5 euro? Begon met 5 euro. Zo begint het, Okay. Weet je, en zo... Ik kreeg ook 5, man. Ja? Ja, strak. 7 up. Niet van mij. Nee. Ik kreeg 5 van bij Capelle destijds, bij Van Giro. Zo. Ja, maar ik kreeg 5. Van Giro, ja. Ja, maar ik kreeg 5, maar ik was trots en met de kast te kooien. Wij gingen gelijk naar vragen. Klaar, ja? Dom. Hey, voordat we gaan afsluiten, Elton, ik wil nog één ding aankaarten waarop ik ook deze boys kan herinneren. We gaan naar optreden, supergezellig. Dat. Iedereen is in een goede vibe. Na die toka. Boys, toka's op rekening. Hoofdpijn. Iedereen boos naar huis. Ja. Hij zegt het op het laatste moment. Ja, maar? Nee, maar zo, weet je wat hij doet? Weet je wat hij doet? Hij zegt tegen hem, volgens mij destijds was het Andy. Bizarre. Andy komt koude boos. Waar lang? En je hebt kapot gemaakt. Hey, ik heb gewoon rompen op mijn handen. Helemaal open. Je denkt, hé, hey, Romana, toch gaat de rekening. Maar hoe die al zegt rekening, weet je al van... Hey, nee, na optreden, als ik Annie hoor zeggen Romana, ik weet al hoe laat het is. Ja, wat, hoe lang duurde dat? Zeker een week? Sowieso. En die tijd, je weet toch, die tijd was een probleem met bank. Man. Wacht, je moet gaan checken. Op een gegeven moment ging hij zelf ook voorschieten en zo, weet je. Ja. Want sommige mensen waren moeilijk. Ja, die ging erg zeker. Want hoe deed je dat met blazen? Ja, dat is een verhaal. Kunnen we blazen werden gelijk afgelopen. Ja, die moet je wel. Maar kijk, bij ons is het meer van, hij was best wel flexibel. Ik was gewoon flexibel. Kijk, de jongens die wat lastig waren, zeggen we dan van oké, handle hun eerst gewoon af. Ja. En dan wanneer ze verder is, weet toch, whatever. Weet toch, Robban Tokka. Weet toch, wij willen gewoon spelen. Ja. Dus ja, sterk, dat was wel, dat was het makkelijke, denk ik, voor als leider zijn, als mensen flexibel zijn. Oh ja, en mijn beste tijd van ABC was Koele Café, man.
Je had één container, daar kwam alleen maar rook uit. Nooit meegemaakt. Je had één container, dat was gewoon voor de boys. Geen één. Gruwen, hele weekend. Ik werd daar gewoon ziek. Ik werd ziek van het lachen gewoon. Je had één container, kwam alleen maar rook uit. En één container staat de boys gewoon. Maar welke jaar is dat? Welke jaar ben je geweest? Ik speelde base toen met Crazy Boy. Toen ging ik wel naar base. Het was een kleine groepje volgens mij. Iedereen was bij zijn laatste jaar. Endos, ja. Andy. Die danseressen waren daar. Toen ik een probleem had met Andy. Shurandel was er. Had je een probleem met Andy? Volgens mij ja. Je kwam wel aan. Ja, wauw. Dat was een gruwelijke tijd. Maar die toka zelf was heel mooi, man. Goeie toka, man. Veel mensen. Ja, altijd ruzie, man. En we bleven toen in een hotel slapen. Wanneer niet? Hey, ruzie. Echt ruzie. Waar ging het over? Wat was iets, man? Moeten we nog een podcast maken? Ja. Hey, we sluiten hem af bij deze. Dank jullie wel voor het kijken. Elton, thanks voor het komen. Jonathan, thanks voor het komen. Macho, shout-out naar jou. Laat in de comments weten wie jullie nog meer aan tafel willen zien. En dan gaan we de volgende podcast behandelen. Tot en met aflevering 3. Thanks. Fijne avond. Yo.